Dames en heren, we lopen gelijk door hier langs de bergkant, want hier is een construction site. Ik zeg dat alsof ik dat wist, maar dat is, ik zie dit nu voor het eerst. Dat is zeker bij die huiskraan. Oh, is? Wat? Bloemetjes. Het is een kas. Planten. Het is een stiekeme kwekerij. Nog meer bloemetjes. Met groen licht, is dat relevant? Ik heb geen idee. Hier is een lift. Waar een kabel naartoe loopt. Die moeten we dan volgen. Die komt hier. Is dit die laser niet? Is dat toch altijd een geel doosje? Ja, maar dan moeten we hier naar beneden. Nee, want deze komt daar boven uit. Ik denk dat we in de grond moeten zijn en dan... Dat op denk ik ook. Enigerlei wijze naar boven zien te komen. Dus dan moeten we hier ergens beginnen. Daar is een bord. Oh ja. Daar is een bord. Een puzzelbord. Die kennen we. Zo meteen komen we weer een Tetris-blokjes puzzel tegen die we niet kennen. En dan gaan we weer klagen over dat we niet weten wat we maar moeten doen. Maar dit is zwart moet bij zwart. Mm-hmm. Wit moet bij wit. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. Ja. Plantjes. Vind ik daar altijd is een leerpuzzel. Ja. Dit is kleur bij kleur. Ik zag achter ons al een Tetris-blokjes puzzel. Maar dit is kleuren bij kleuren gewoon, denk dat ik. Dat denk ik. Paars bij groen. Ja, dus het maakt niet uit hoe groot het vak is. Nee, als het maar afgeschermd is. Ja. Dan kunnen we het ook zo doen. Ja. Alles in zijn eigen vak, ja. Wit moet apart. Paars bij paars, groen bij groen. Mhm. Ja. Hier maken ze een mooi kunstje van. Mhm. Paars bij paars, groen bij groen, wit bij wit. Hier, groen apart. Oh wacht, paars moet ook bij paars. Wit bij wit. Zo, groen apart, paars bij paars. Ja. Lekker hoor. Vier kleuren, dit werkt dan toch hetzelfde? Ja, lijkt me ook. Ja. Nou, het wordt wel steeds ingewikkelder met steeds meer kleuren. Mhm. Maar het is gewoon dit toch? Ja. Oké. Okay. Dit wordt iets ingewikkelder. Ik moet die twee verdelen. Ja, de bovenlangs. En dan de onderlangs. Nee, dan zit geel en rood in hetzelfde vak. Oh ja. Jawel, maar als je dan... Oh nee, dan moet je helemaal naar beneden en dan zitten die anderen bij elkaar. Of ik moet gewoon blauw dit allemaal apart doen. Ja. Nee, dan zitten die twee weer bij elkaar. Zo. Dan zitten en je zit er blauw met... Ja. Oké. Okay. Nee. Nee. Ook nee. 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 Wat kent dit? Misschien kunnen die twee wel los van elkaar zitten. Mhm. Ja. En dan naar beneden denk ik eerst. En dan die groene nog afschermen. Nee, dan zitten die bij elkaar. Ja. Hetzelfde doen, maar dan om die groene heen en dan naar beneden? Ja. Nee. Ik kan die afscherming niet maken. De vraag is, moeten ze inderdaad bij 2 bij 2? Want als ze inderdaad ook los mogen, kun je ze misschien... Ja, maar dat kunnen we proberen als het ook los mag. Dat ze gewoon niet bij een andere kleur zitten, maar ook dan... Ja. Ook dan kom je niet uit. Ja, dat weet ik nog niet, maar ook dan moeten we wel iets proberen.
Dit zou dan kunnen? Ja. Nee, want dan kan ik geel en groen niet meer losmaken. Nee. Dit kan ook niet. Dit zou kunnen. Ja. Kijk, kijk. Dit, nee, kut, die. Nee, er zit die rode. Nee. Kun je niet boven die rode heen? Zo? Boven die rode, ja. En dan omhoog naar links. En hetzelfde einde wat je net had. Nee, om die andere rode dan nog heen. Zo. Nee, dan zitten die geel en groen bij elkaar. Oh zo, ja, kak. Zo wel, zo wel, zo wel. Dit is het. Nee. Nee. Nee? Dit is het wel. Oh nee, dan zit nog die witte bij die kut. Ja. Hoe was ik gegaan? Zo, zo, zo. Ja. Zo. Dit is het niet goed dan? Ja, maar dan moeten ze dus bij elkaar. Ja, is goed. Dat is goed. Wel. Oh. Dus ze hoeven niet apart. Hier is het apart, precies. Hier is het apart. Mm-hmm. Als het maar niet twee verschillende kleuren bij elkaar is. Precies. Nee. Nee. We moeten creatief zijn. Ja, dat kan al niet, je kan die rode niet meer afschermen. Nee. Ik kan ook gewoon bovenlangs beginnen. Ik kan ook niet. Zo kan ik die niet afschermen. Ja, dit bochtje mag niet uit. Die kan ik er nog bij pakken, eventueel. Mm-hmm. Dan komen we met de gele niet uit. Zo? Nee. 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 We weten wel wat we moeten doen. Ja. Ik kan ook zeggen, ik begin de andere kant op. Ja. Dan kan ik die twee al niet meer uit elkaar halen. Mhm. Nee. Nee. Dat klopt daar niet. Waarom probeer ik dit überhaupt? Het is echt een domme gedachte. Hier moet sowieso een streep, want er zitten twee kleuren naast elkaar. Ja. Dus hier moet ook sowieso een streep. Ja. Hier moet ook sowieso een streep. Ja. En hier moet sowieso een streep. Dat is de enige zekerheid die we hebben in het leven. Waar twee kleuren naast elkaar zitten, moet een streep. Hier naar links? Nee,
Ja, nee. Terug naar waar je net was. Nee, ik kan... Ja. Naar beneden, naar links. Naar beneden helemaal. Om die twee dingen heen. En nu ben ik kwijt wat ik net dacht. Wacht even hoor. Kan niet. Nee. Het kan al ik niet ben meer. Het kwijt. Die rode en die beige krijg je nou niet meer aan elkaar. Nee, dat kan niet. Nee, dat wil ik ook niet. Tussen die twee beige door, omhoog. Eentje afscheid naar rechts. Dit kan niet. Nee, ik had net iets bedacht. Maar... Deze twee kunnen niet meer uit elkaar, als je dit zo doet. Nee. Geel niet pakken. En zit hij daarbij in? Mm-hmm. Nee, zit rood en geel bij elkaar. Mm-hmm. Maar we begrijpen wel de puzzel. Mm-hmm. Dat is een ding wat zeker is. Nee, we komen niet meer om die gele heen. Nee. We komen ook daar niet uit. Nee. Kom je hier niet uit? Er zullen niet heel veel manieren zijn waarop dit kan. Nee, waarschijnlijk is er maar één manier waarop het kan. Dit is niet een helpende opmerking. Oké. Okay. Oké. Okay. Nu heb ik alles goed verdeeld. Dan moet ik alleen bij de finish zien te komen. Als je de, kun je dit in spiegelbeeld ook maken? Ja. Oh. Kun je dit in spiegelbeeld ook maken? Natuurlijk, Marjolein. Geen probleem. Kijk, we gaan lekker door met de kleurtjes. Ja? We hebben hier 5 verschillende kleuren. Om het ons wat makkelijker te maken. Hoe ziet hij dit voor zich? 1, 2, 3, 4, 6 verschillende kleuren. Kunnen dan nog blauw tinten en rood tinten bij elkaar? Dat lijkt me niet. Ik ga het toch proberen. Ja, aan de andere kant moet bijna wel, want... Is dit dan een groen tint? Denk ik niet. Ja, blijkbaar. Ja, wel dus. Wacht, maar waarom is dit bij elkaar? Groen en lichtgroen? Rood en paars? Misschien moeten we dit ook onthouden. Welke kleuren bij elkaar kunnen. Dus dat is groen en... wat is het? Tiel. Ik weet niet wat de Nederlandse naam is. Ja. Rood en roze. En blauw. En bruin. Die kunnen samen, hebben we nu gezien. Mm-hmm.
We hebben hier in één keer zwart en geel erbij, dat hebben we nog niet. Rood en roze misschien weten we al. Zwart en geel ook op in elkaar. Rood en roze weten we al. Zwart en blauw misschien. Nee, dit moet sowieso verdeeld worden, denk ik. Groen en geel bij elkaar. Nee. Oh, kut. Waarom groen en geel bij elkaar? Ja, weet ik niet. Waarom was dit? Ik bedoel, het was ook een beetje random. Nou ja, dit zit nog een beetje in hetzelfde spectrum. Ja, blauw en bruin niet. Maar blauw en bruin ligt hier, blauwe bloemen liggen hier in de bruine grond. Oké. En groen en tiel, dit licht is... Ah, kijk, die paarse bloemen worden blauw in dit licht. Is dat relevant? Weet ik niet. Paars wordt in het licht blauw. Groen blijft groen. Kijk. Oh. Blauw wordt bruin, wordt zwart. Blauw wordt zwart. Met geel roze licht. Rood, dat wisten we al. Dus blauw en zwart wordt bij elkaar. Maar blauw en zwart wordt met geel licht hoort het bij elkaar. Dus hoort dan blauw, zwart en geel bij elkaar? Misschien proberen. En, ja wacht. Rood, paars en groen. Rood, paars. Ik heb geen groene lamp. Door groen zien. Nee. Nee, ik heb alleen geel. Maar we kunnen kijken of dat dan wat is. Dat we groen apart houden. Nee, dat kan niet. Dan moet ik dat anders doen. Nee, dat komt niet uit. Dus dat we zeggen, deze drie hebben we bij elkaar bedacht. Als we dat met groen doen, zullen we het gewoon controleren? Nee. Nee. Maar we hebben wel een motief bedacht om die rechter drie bij elkaar te doen. Als we dan alleen groen apart willen houden, krijgen we dit. Nee, dat is niet nee. Dus misschien moet dat dan toch zonder geel. Proberen. Want we zeggen hier, blauw is zwart, paars is rood, en daar lichtblauw wordt groen. Lichtblauw en groen bij elkaar. Paars en rood bij elkaar. Zwart en... Ja, oh, dat is dat. Dat is dit. Maar hier hebben we zwart en blauw. Dat komt misschien door deze tiel raam. Zou we zeggen, paars hoort bij blauw. Als we dit alleen baseren op paars hoort bij blauw, krijgen we dit. Hey. Oh. Dan hebben we dit alleen gebaseerd op paars en rood was ook, dat wisten we. Wat? Zwart en rood was toch ook? Zwart en rood? Groen en geel is nieuw. Dat is rood? Ja. Maar waarom zwart en rood? Paars en rood wisten we. Oh ja. Oh, zwart en rood komt samen op die bloem. Ja. En dan hebben we geel en groen, hebben we dat ook samen bedacht? Waarom? Hey, hier is nee, een rode lamp. Het is bijzonder. Ik kan daar niet naar binnen kijken wat het normaal is. Nee. Daar is een zijdeur. Waar nee, ik niet bij kan komen. Nee, oké. Hier kunnen we nog omhoog. En dan gaat het straks open. Maar hier kijken we door paars licht. En daar zien we dat dit is lichtblauw, roze, blauw. En door paars licht wordt dat lichtblauw, roze, blauw. Blijft hetzelfde. Oké, good to know. Want we hebben hier nu lichtblauw. Nee. Oranje en groen hebben we. Hebben we überhaupt ergens oranje gezien? We hebben net wel gezegd paars en roze bij elkaar, maar dit is ander roze dan dit. Ja. En hier zijn ze hetzelfde. Ja. Maar hier konden ze wel bij elkaar en hier niet. Ja. Welke kleur was hier nieuw? Geel. Geel, omdat het gele raam is. Hier is de nieuwe kleur.
andere roze. Ja, en oranje. Ja, en oranje. En waar vinden we een oranje in zo'n oranje container? Hier. Hier. Geel, oranje, blauw. Geel, oranje, lichtblauw bij elkaar. Veranderen die kleuren ook niet als je daardoor het, die kleur op die puzzel veranderen die ook als je daardoor kijkt? Zie ja, je? Ja, ja. Nice. Blauw wordt zwart. Ja, en oranje is dus die lichtroze. En die horen dan bij elkaar? Dat denk ik. En dan hoort dan zwart en rood bij elkaar? Die zou oranje... kunnen. Hoe gaan we dat dan doen? Nou ja, zwart en rood bij elkaar, dat kan wel, toch? Dat is dit. Ja. En dan die bij elkaar zo? Ja. Ja. Hier, hoppatee. Er opent zich iets. De container opent zich. Een deur. Hier kunnen we helemaal niks zien. We zien hier alleen maar dezelfde kleur. Hij gaat open. Dan kunnen we de echte kleuren zien. Kunnen we de kleuren zien en dan kunnen we het bedenken. En dan moeten we hem dicht doen en dan kunnen we hem maken. Dat is het, denk ik. Ik denk dat we hem nu ook kunnen maken. Ja. Oh ja. Maar hier hebben we dus wel gewoon die verschillende kleuren. Kijk. Ja. En misschien moeten we deze eens onder die lampen kijken. Ja. Ja, er zijn er gewoon weer drie kleuren. Ja. Ja. Het lijkt me niet zo ingewikkeld. Dat is gewoon goed. Dan opent zich hier weer een deur. Dit is die lift. Ja. Waar we in wilden. Ja. Boven of beneden? Beneden. Oh. Oh, hij luistert naar me. Hé, nu zijn we in die kamer. Dit is de lift. Ik denk dat die omhoog moet, zodat we kunnen zien wat ja, we moeten doen. Ja, dat moeten we misschien van bovenaf doen. Dat denk ik ook. Hier is blauw licht. Hier is ook weer de lift. Nee, we moeten beneden moeten we, zijn. Ja. Maar misschien moeten hoe... we gewoon doen wat we nu op die lift hebben staan en dat hij omhoog gaat en dat het dan verandert ofzo. Dus we moeten in die lift gaan staan. Uh-huh. En dan gewoon hier die drie vormen van maken in de Tetris vorm. Denk ik. Ja. Nee, dat kan niet. Hoezo niet? Gewoon per kleur verdelen. Ja, gewoon per kleur verdelen. Per vorm verdelen. Kijk, de kleuren veranderen. Ja. Nu gewoon weer per kleur verdelen. Uh-huh. Zo. Toch? Ja. Ja. We moeten 5 verdiepingen af, denk ik. 1 kabel is doorgebroken. Ah. Dat gaat ons naaien, denk ik. Dat denk ik ook. Dit ziet allemaal hetzelfde uit. Toch? Of ben ik nog gek? Ja, nee, je bent niet. Nou, is gewoon goed. Oké. Okay. Wat gaat er gebeuren? Waar gaan we uitkomen? Oh. Hier wordt het ons iets ingewikkelder gemaakt. Ja. Kijk, die is kapot. Die is kapot, we moeten hem maken. We gaan op onderzoek uit. We kunnen hier vervelend. Ook weer... Wat? Vervelend. Kunnen we boven zien wat we moeten doen daarboven? Dat we kunnen gokken wat we moeten maken. Dat is geel licht. Is dat hoe het werkt? Nee, die hele kabel ligt eraf.
Nee, als in, er schijnt nu een kleur licht op die blokjes. Kunnen we voorspellen aan de hand van dat licht in deze kamer met die bloemen welke kleuren ze straks laten zien, zodat we omhoog gaan? Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt, okay. Denk ik. Maar hier hebben we gele paprika's. Geel, zwart en blauw. En hier hebben we... Als dit ook de vormen zijn, of de plaatsen zijn, dan zou je kunnen zeggen 1, 2, 3, 4, 5 plaatsen. Ja. En ze staan op hoekpunten, dus dat is niet logisch. Vanuit die lift kan ik ook niks anders zien, hier zo. Ik kan die dingen zien. Het ziet eruit alsof het kan draaien. Ja, deze hangt ergens aan. Dat klopt. Ja. Waardoor je misschien die kleuren kan zien veranderen. De kapotte trap, daar kunnen we niet op lopen. En we kunnen nu ook niet meer terug, denk ik namelijk. Nee. Of moeten we nu een foute combinatie maken, zodat we weer terug kunnen? Dat weet ik niet. Want dan zou je dus zeggen, kamer 4 moeten we iets mee. Dan moeten we daar bedenken. Is die plant met die zwarte paprika's helemaal zwart? Oh ja, hey. Ja. Oké. Okay. Dus deze, dan zou ik, er is iets voor te zeggen als we zo staan, of misschien mm-hmm. moeten we zo staan, dat dan deze apart is, deze twee apart, nee, deze is licht en die is donker. Ja. We hebben een grid van 5x5, 5x4. Zij gaat in 4 van voor naar achter. 1, 2, 3. Het is wel allemaal dezelfde afstand. Ja. Terwijl hier zou je kunnen zeggen 1, 2, 3, 4. En dat dit dan 1, 2, 3, 4, 5 zou kunnen zijn. Dat zou kunnen. Dus als dit 5 is, de kant van 5, dan zou die zo moeten staan. Ik ga even wat tekenen. Je hoort mijn blaadje afscheuren. Dus 5x4, zeiden we. 5 breed, 4 hoog. Toch? Ja. 5 breed, 4 hoog. Ja, 5 breed. We hebben 1, 2, 3, 4 hoog. Als we dan zo gaan staan, dan is daar linksboven is blauw. Dan is in het midden is licht, die, en dit is donker. Dan zou er in rij 2 niks zijn. In rij 3 is daar weer een lichte, die hoort bij die. Die hoort bij die. Ja. En dan in de laatste rij hebben wij tegenover de lichte hebben we zwart, dat is weer een hele nieuwe vorm. En hier hebben we ook een lichte. Die hoort weer bij die andere. Die hoort bij die andere twee. Ja. En die staat dan hier. Dan ga ik die proberen een verdeling te maken. Volgens jouw techniek. Dus dan zou ik zeggen, die is alleen. Ja. Die is alleen. Wacht. Die moet alleen. Dan moet die alleen en die alleen. Nee, we gaan weer naar beneden. Hey. Oké, maar als we het fout doen, gaan we dus wel weer naar beneden.
om te weten. En kunnen we er hier nog uit en hier iets ontdekken? Wij kunnen hier zeker uit. Het gaat helemaal naar beneden. Maar we ontdekken hier niks meer. Hebben we nu een probleem? Hij gaat helemaal naar beneden zonder ons. Ja, dat is vervelend, aangezien wij geen trap hebben. En niet kunnen saven op wat voor manier dan ook. Is dat zo weer? Oh, we hebben wel hier een trap. Oh, we kunnen naar beneden. Oh, ja, ja, ja. Nog verder naar beneden. Maar... Hey. Oh, fix die kabel? Nee, oh, dat was zo'n ding. Nee, zo'n figuur, zo'n ja. Toren-ding. Ja. Een toren-ding. Deze kunnen we nog uitklappen. Misschien hebben we dat nodig, gewoon licht daarboven. Als we dit uitklappen, dat we dan licht hebben. Ik denk toch dat het erop neerkomt dat we moeten voorspellen welke kleurenverdeling er gaat komen in dat groene licht. En hoe kunnen we dat weten? Ja, geen idee. Goeie toevoeging dit, hè? Ja. In het groene licht. Ja, kunnen... of we gaan naar beneden en we gaan groen licht zoeken. En denk we gaan wel. Kijken. Ja, daar is groen licht, dus we moeten naar boven. Nou ja, goed, dat kan niet. Misschien kunnen we buitenom naar boven. Want daar waren we al eerder geweest. Ja, klopt. En dat we dan naar het groene licht kunnen kijken. En dat dan wat hier op het dak staat relevant is. Dat zou kunnen. Nou, dat lijkt me niet. Dit is veel te veel. Ja. Dit is veel te veel. Hier kan ik nog wel iets naar beneden. Hey, kijk. Hier is de groene kamer. Kunnen wij daar iets zien? Ja, dat lijkt er niet op. Dit is allemaal hetzelfde. Het ziet er allemaal hetzelfde uit. Ja. Misschien kunnen we het ergens uitzetten. Uitzetten? Dat licht? Ja. Kijk wat er gebeurt als ik verder deze kant op loop. Mm-hmm. Kunnen we ook weer omhoog. Daar is een pijp. Mm-hmm. Hier is een hand. Een hand? Een hoofd? Ja. Oké. Bijzonder. Maar dit is het ding. Die berg. Maar dit is de eindberg. Hier is ook een. Ja. Hier zijn ook mensen. Sneeuw. Willen we hier al naartoe? Even kijken. Wow, yo. Kijk. Kijk, voor elke lezer unlockt er iets. Ja. En uiteindelijk gaan we dit openen en dan zijn we klaar. Er zijn er dus hoeveel? 7? Nu nog 4. Okay. Ja. Cool. Oké. Maar goed, hier hoeven we nu niet te zijn. Want hoe anticiperen wij op de groene lamp? Wat is hier? Oeh. Is dit dat geel ongezien meegaat? Blind? Ik heb geen idee. Geel idee? Ik denk dat je eerst... Ja, maakt niet uit. Denk je, het einde zit ook rechtsonder. Ja.
Ik zit in mijn hoofd met iets. Ik zit in mijn hoofd met, ik begin hier met blauw en aan die kant is geel onzichtbaar. Dat ben ik aan het kijken. Snap je wat ik bedoel? Kijk, ik kan daar nu niet heen, omdat geel daar nu zit. Oh. Ik kan daar niet verder. Oh. Ja? Volg je mij? Ja. Dus als ik dit doe, dan is geel daar. Dan gaan we omhoog. En helemaal terug. Dan is geel daar helemaal terug. Even kijken. Geel is nu daar. Ja. Oh, daar is het geel. Kut. Geel zit nu 2 van bovenaf. 3, 2, die geel zit dan daar. Daar kan ik al niet heen. Ik heb geel daar die bocht laten maken. Nee, ik moet mijn bocht anders maken. Hup, 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 hup. Nee, daar kom ik ook niet uit. Ik kan ook met blauw daar beginnen, maar daar kom ik bij voorbaat al niet uit. Hup. 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 Up. 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 Dan kom ik daar niet meer heen. Oh, ik kan dit niet blind, jongen. Ik kan het überhaupt niet. Mijn ruimtelijk inzicht is volledig lamgelegd. Nou ja, we hoeven hier nog niet heen. We gaan dit op een later moment bedenken. Ik weet wat ik moet doen, maar ik heb niet de concentratie op dit tijdstip. Oké. De kleurenpuzzel. Hier lopen we ook weer te ver weg. We moeten bij dit huis blijven. Ja. We hebben tot nu toe elk antwoord op elke puzzel gevonden op de plaats waar we moesten gebruiken. Ja. Zit er relevantie in deze kleuren? Ik zie het niet. Het is ook de kamer waar we moeten zijn, is deze ruimte hier. Mm-hmm. Ja, het lijkt dus in die ruimte alsof alles dezelfde kleur krijgt. Ja. Wat niet logisch is. Nee, is er iets voor te zeggen dat dit is 3 stroken, het is gewoon, nee, we hebben 5x4. Ja. Jawel, nee, het zijn 6 bakjes. Ja. Maar dit de kabel loopt er doorheen. 6x3. Nee, maar ik dacht misschien is wat voor te zeggen dat de bovenste verdieping dit is. Het. Maar dat is het ook niet. Probably not. Nee. We moeten binnen iets vinden. Zoals daar. Gekke boei. Gekke boei. Weer een flinke slok bier hoorde ik. Geen zins. Ik heb het niet eens in mijn handen. Ik hoorde plum. Dat is leuk voor je, maar dat was niet ik en mijn bier.
Oké. Okay. Oh, is er gebeurd iets? Wow. Boot! Oh, wat cool. We dwalen af. Is dit een fast travel punt? Ik weet het niet. Ik denk het wel. Ik denk dat we hier kunnen zien. Dit is het eiland. Ja, de molen, ja. Ja. Kijk, het eiland, de molen, de orchard. Hier kan ik beginnen. Ja, we kunnen gewoon fast travelen met die boot. Super vet. En dan denk ik, kijk, hier leren we normale puzzel. Hier hebben we symmetrie geleerd. Hier leren we Tetris blokjes. Oh ja, daar gaan we heen straks. Hier leren we... Wat was dit? Weet ik niet. Hebben we dat wel gehad al? Geen idee. Jungle geluiden. En daar zit die andere gekke scheepswiel puzzel. Die we ook nog niet gehad hebben. Helemaal linksbovenin. Ja. Good to know. En good to know dat er dus blijkbaar een fast travel systeem is. Mm-hmm. Dat wij niet het hele tyfus eind elke keer hoeven te lopen. Om een mooie krachtterm te gebruiken. Kunnen we daar nog beneden komen? Nee. Hier bij die lift. We kunnen misschien nog vanuit rood daar naartoe kijken. Ja. Yeah. Want daar kunnen we nu heen. Ja. Als ik de deur kan vinden. Dat is een deur. Glazen wand. Ik snap toch niet wat je aan het doen was. Ja, ik loop tegen een glazen deur. Arme man. Hier. Ja, hier is, kopen we ook niks voor. Nee. Dit is ook een rode kabel. Ja. En met de rode kabel komen we uit in de rode kamer. Boven ons is blauw. Ja. Dus krijgen we dan nu een blauwe kabel. En nu een roze kabel. De roze kabel komen we uit in een blauwe kamer. Is dat nog relevant? Wie weet. Dus wat zeiden we? Met de rode kabel kwamen we in de rode kamer. Is dat zo? Ja, toch? Oké. Okay, en daarboven was blauw. Met de roze kabel komen we in. We hebben nu een blauwe kabel. We komen ook vanuit blauw. Oh, we gingen van rood naar roze naar blauw. Dat zal het zijn. Want rood en roze lijken best wel elkaar natuurlijk. Rood en roze naar blauw. En van blauw gaan we naar groen. Ja. Maar hier zien we dus... Oh, deze hadden we ook nog wel gehaald. Deze dit ook, is de kapotte kabel. Ja, dan gaat die kapotte kabel aan. Hoe deden we dat? Zo. Ja. Nee. Hoe dan? Hoe deden we dat nou? Ja. Nee. Ja, en dan eromheen. Wel toch? En dan geel isoleren. Ja, ja. Dat is een groene kabel. Ja, dat is groen inderdaad. Maar er is hier geen stroom op groen. Want deze ramen zijn ook niet 5x4, die zijn 4x4. Nee. En je zou dus moeten gokken van de kleuren op het bord nu, welke blauw, welke groen, welke donkergroen en welke blauw zou worden. Ja, dat is bullshit. Dat we dat zouden moeten gokken. Oké. Okay. Dat kan niet. Dat kan nooit zijn dat we iets moeten gokken. Er is altijd logica. Ja, op basis van wat we beneden geleerd hebben. Want we hebben geel, blauw en wit. Nu. Ja. Yeah. En als daar groen op schijnt, wat, dan zouden dat bepaalde kleuren moeten worden. Wat ze niet willen dat wij weten, want ze willen niet dat we de trap afgaan. Oké. Okay. Nou, of we moeten die informatie al daaraf hebben gehaald. Ja. Yeah. We
Want dit is blauw, geel en licht. Blauw. Ja. Geel mogelijk. Ja, dit is echt een andere kleur deze. Dus blauw, geel en licht is hier ook niet te zien. Ja, we moeten één hoger komen. Maar hoe? En het grappige is dat dus boven lijkt alsof al die planten dezelfde kleur krijgen door dat groene licht. Want daar zit geen verschil in. Ja. Maar zou het dan zo makkelijk zijn als in van je kan alles omzeilen en dan gaat hij verder? Hoe? Gewoon alles in één blok zetten zo? Dat bedoel je? Ja. Uh-huh. Nee. Narek. Ik weet niet meer hoe ik dit moet doen. Wat hebben we dit nou gedaan? Het zijn maar twee kleuren toch? Nee, hoe hadden we dit nou? Nu kunnen we kijken of we verdiepingen kunnen skippen. Als we die combinatie nu kunnen maken die we net gemaakt hadden. Jij snapt niet wat ik bedoel. Nee. Godver, ik snap wel wat ik bedoel. Oké. Okay. Let op. Kijk, nu maken we in één keer de groene kabel. Juist. Dit bedoelde ik. Dus we kunnen andere combinaties in één keer gebruiken. Dus als we erachter komen welke we moeten hebben, en dan kunnen we daar in één keer naartoe rijden. Ja. Juist. Dat is de theorie die ik bedoelde. Hoe komen we daar achter? We hebben die zwart door het raam gezien. Ja, we hebben hier paars. Want we willen naar groen, dit? Nee. Is dat achter ons niet gewoon groen? Of is het lijn? Dat is geel. Nee, dat is geel. Waarom is hier niet geen groen? Waarom worden we opgelicht? Omdat groen boven is. Ja, dat snap ik. Maar dit is rood en dat is roze. Ja. Ja, dit is donkerder dan dat. Rood, roze, blauw, groen. Is de combinatie. Wacht, is niet geel en blauw samen groen en als we in die blauwe deur gaan staan dat we het kunnen zien? Wat? Kan die deur achter je is toch blauw? Lichtblauw. Ja, dan is het groen. Wat groen? Geel en lichtblauw is samen groen. Ja, dat is letterlijk wat ik zeg. Kunnen we van de andere kant ook groen maken zodat we naar die bloemen kunnen kijken? Of kunnen we het hier ook zien? Als in die dingen die achter het blauwe raam... Rood. Geel en rood blijft rood. Ja. Maar geel en roze wordt ook rood. Maar we moeten naar groen, hè? Ja. En we zien geel en lichtblauw wordt groen. Dat is wat jij zegt. Toch? Ja. Dus als we daar helemaal naar boven gaan. We hebben hier nog geen geel en lichtblauw. Nee. Maar ik ga wel even deze combinaties opschrijven. Denk ik. Ja. Dat is goed. Geel en lichtblauw wordt groen. Want dit is rood. Dat is niet belangrijk, toch? Nee, als we de volgorde maar onthouden. Dan leren we hier dat dit is roze. Mhm.
zoals. En hier leren we dat dit is blauw. Ja, dit is dan de, wat is het, tiel. Ja. Maar die is kapot. Dus we moeten naar groen. We kunnen hier door beneden, naar beneden ook niet doorheen kijken. We kunnen wel naar boven er doorheen kijken. Mhm. Maar welke kleuren hebben we nu op dat bordje? We zitten nu op blauw. De kleuren die we hebben zijn... Ja, maar we moeten even naar de... Zeg maar, daar waar we het niet meer weten. Die kleuren moet je bekijken door groen. Want dan weet je welke groepjes je krijgt. Dus we moeten naar boven nu, nog één. Ja. We kunnen niet naar boven. Huh? Maar die ene ding staat niet aan. Nee, dat is een kapotte kabel. Ja, maar die kan ik wel aanzetten. Ja, zet die eens aan. Oh, die kleuren veranderen dan niet. Ik dacht dat ze dan nog veranderden. Maar, dus je hebt nu geel en een beetje lichtblauw. En licht. Die drie kleuren heb je die beneden ook op een plek dat je ze kunt bekijken door groen. Dus dat je door die twee deuren kijkt naar deze kleuren. Want als je deze kleuren ziet, weet je welke kleuren ze worden. Kun je deze kleuren in groen onthouden? Licht. Ik ga een foto maken. Want we hebben lichtblauw, donkerblauw en olijf. Olijf. Nou, dan gaan we dus nu een fout maken om naar beneden te gaan. Ja. Want we kunnen immers zometeen in één keer naar boven. Lichtblauw. Onderweg zien we ook geen nieuwe informatie. Op de muren of zo. Hier lijken wel looproutes achter te zitten. Dan moeten we helemaal omheen lopen. En hier wil jij zoeken naar... Kun je achter dat ding gaan staan? Nee. Kan die deur open? Maar wacht, ik zoek de kleur. Deze deur. Ja, nee. Kan die deur open? Nee. Die deur hebben wij... Ja, misschien kan die met deze weer dicht. Ja. Dat was deze, nee. Toch? Ja. Nee. Nee. Oké. En we kunnen alleen groen dus zien. Hierachter zien we paars. Maar paars zit er niet op. Lichtblauw, donkerblauw en... Ja, die kleur groen wel, hè? Nee, dit is groen. Het is meer olijvig. Ja, maar er is geen andere groen. Zie je ergens een andere groen in? Dat is lichtblauw, denk ik, die daar ligt. Ja. Maar die... Je kijkt daar eens naar door groen? Dat kan ik niet zien. En het wordt, volgens mij, ja, die blauw wordt donker. We hebben ook zwart. Waar zie je blauw wordt donker? Ja, als je nu door groen naar blauw kijkt. Maar dit is niet groen, dit is geel. Nee, als je nu daar... Dit is groen. Zie? Dan wordt donkerblauw, wordt zwart. Rood. Nee, paars wordt zwart. Maar we hebben... Ja. Oh, die kleuren die daar staan. Ah, we hebben daar donkerblauw. Die wordt. Ja, die ziet hetzelfde als roze. Daar zit ook lichtblauw op. Ja. Maar we kunnen die niet vanuit groen bekijken, want we kunnen niet die hoek helemaal daar naartoe maken. Nee, we kunnen alleen die kijken. En die witte blijft wit.
die olijfgroene die er staat, die wordt wit. Kan het zijn dat dat dan bij wit komt en dat die andere kleur dan anders blijft? Maar er is geen wit. Ja, dat is blauw, toch? Ja. Nee, wat was dat? Ja. Ja. We kunnen ook niet het licht ergens aanpassen. Het is naar dat die ene deur dan open is. Want als je daar doorheen kijkt, oh nee, dan heb je natuurlijk ook eerst geel weer nodig. Ja. Daarom dacht ik van misschien kan die open, dan kan je vanuit een andere hoek kijken. Maar dat is dus niet zo. Enige manier waarop we op groen kunnen kijken is daarboven. Nee, dat klopt. Maar dan hebben al die planten dezelfde kleur, omdat we niet kunnen zien welke kleur ze oorspronkelijk hebben. Daarom dacht ik eerst van je kan gewoon het hele vak skippen. Maar dat was niet zo. Maar we moeten wel op zoek naar een logica in die geest. Wat we hier zien... Ja, nou, dit lijkt wel 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Het lijkt wel de vorm 5 bij 4 te zijn. Ja, maar dan nog, wat zegt dit? Dat je 1000 vakjes moet maken? Nee, er zijn ook geen vakjes die dan hetzelfde zijn. Nee. Nee. En hier. Deze is 1, 2, 3 breed. Ja, 3 breed, maar 3 bij 6. Dat schiet ook niet op. Ik denk dat die linker 3 groene bij licht komen. En dat die 2 blokjes in het midden afgezonderd moeten worden. Gok. Waarom kan ik hier staan überhaupt? Is dat hoekje een ding? Hé, hey, daar staan kleuren. Paars en blauw, oh, kan ja. Ik zo zien. Ja. Maar we hebben lichtblauw, paars? Donkerblauw en groen. Die lichtblauw en donkerblauw, die hebben we. Die twee. Echt? Maar op de... Nee, we hebben... Ja, maar... We hebben die olijfgroen. We hebben die 3 blokjes in de rechterkant. En in het midden zijn 2 lichtblauw. Dus we moeten die lichtblauw weten. Deze kunnen we dat zien door groen? Ja. Vanaf de andere kant misschien net. Het wordt wit. Wordt ook licht. Ja, dan... Dat is raar, want dan zou alles dezelfde kleur moeten krijgen. En wat ook correspondeert met wat we hier binnen zien natuurlijk. Ja. Maar dan nog, welke route moet je dan maken om dat te skippen? Wat komt er na groen? Dan is de lift boven, toch? Ja. Of, het is andersom. We moeten deze kleuren nu terugvertalen naar de kleuren die ze oorspronkelijk waren. Huh? Maar alles ziet hetzelfde uit. Ja. Hoe kun je ze dan terugvertalen? Want dan zou je kleuren terugvertalen. Dus dan bedoel je iets wordt in groen lichtblauw? Iets wordt in groen... Waarschijnlijk is alles, als wij boven komen en het groene licht schijnt erop, is alles dezelfde kleur. Maar we hebben al geprobeerd om gewoon eromheen te gaan, dus dat is het niet. Nee. Dus dan zou je het moeten scheiden op basis van de kleur die het was. Want na groen kom je boven en dan kom je in het daglicht. Ja. Maar dan moeten we dat bedenken. Want we zien hier paars wordt licht. Oranje ja. Wordt licht. Rood en roze wordt donker. Ik krijg echt pijn in mijn hersenen. En aan de andere kant hebben we alles wordt daar donker behalve die blauwe. Ja. Als die blauwe licht wordt. Ik ga naar beneden doen. Ja. Ik heb niet het idee dat we hier veel aan hebben.
Hier vandaan zien we ook wel dat dit groen is, hè? Geel en groen samen. Mm-hmm. En dan zien we wel paars, groen en rood. Kunnen we uit dit raam wel zien met groen. Is licht, licht, donker. Paars wordt in dit licht donkerpaars. Of donkerblauw. Paars wordt blauw. Ja. Hier hebben we licht en donkerblauw naast elkaar. Mm-hmm. En dat is paars en blauw. Dus blauw wordt lichter, paars wordt blauwer. Maar je kijkt nu door blauw en dat is nergens. Door groen. Wordt blauw-zwart. Wordt oranje en roze. Wordt hetzelfde. En dat is het. Blauw en roze wordt hetzelfde in groen. Oranje en lichtroze wordt hetzelfde in groen. En groen en wit wordt hetzelfde in groen. Maar als groen en wit hetzelfde worden en de kleuren die we over hebben zijn lichtblauw, groen en wit. Is dan alleen lichtblauw anders? We kunnen het proberen. We kunnen alles proberen. Want hier kijken we door rood. Daar hebben we niks aan. Nee. Hier staat ook geen tekst op ofzo. Nee. We kunnen wel in één keer naar boven. Twee in het midden zijn lichtblauw in de laatste etage. Dus dan zou je zeggen dat je alleen die twee in het midden moet isoleren. Om de kabel boven die gebroken vrij te spelen. Hier zien we het ook. Blauw. Mm-hmm. Wordt. We hebben nu blauw. Dat wordt in het blauwe licht. Lichtblauw. Zag je dat? Mm-hmm. Nu komen we in het groene licht. Mm-hmm. Het zijn wel elke keer dezelfde stippen. Ja. Wat was jouw idee? Nou, als groen ook licht wordt, dan zijn alleen die twee middelste stippen die boven elkaar zitten, ja, een andere kleur in de volgende laag. Dus dan, als er een manier is om die twee... Ja, zo. Ja. Oh, oh lekker. Oh. Oh. Ik heb toch nog wat bereikt vandaag. Ik ben echt zo opgelucht. Oh, wat ben je lang. Zie je? Zie je? Zie je? Zie je? Zie je? Oh, jij bent echt slim. Of je hebt gewoon heel veel geluk. Maar we moeten nog verder omhoog. Ja, dat klopt. Kunnen we nu weer gewoon normaal... Dit is gewoon daglicht. Ja. Die? Nee. Nee. Kunnen we nu nog dingen bij elkaar doen? Zijn er nog combinaties die we bij elkaar kunnen doen nu, dat we weten? Of durven we dat niet aan? Laten we eerst maar niet doen, toch? Ja, dan moeten we kijken hoe we dit kunnen verdelen op een eerlijke manier. Dat snap ik. En dan kruis je jezelf. Ja, we kruisen onszelf sowieso, denk ik.
Dan zit hij bij die witte. Kan niet. Twee aangrenzende kleuren, moet een lijn doorheen lopen, hadden we al eerder gezegd. Ja. Zo. Ja. Wow, lasert. Momentje. Ja hoor. Oh, dat een ingeving van Marjolein ons weer gered heeft deze avond, dames en heren. Bang. Daar gaat hij hoor. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Nog 3 lasers te gaan. Ik ben gelukkig met deze uitkomst. Wat jij? Ik ook. Lekker hoor. Hij moet wel erg recht omhoog schieten, deze laser. Maar dat mag de pret niet drukken. En wat een pret hebben wij. Heb jij ook pret? En wat voor momenten om te gapen. Heb je ook pret? Lekker man. Dat is wat de kijkers zullen horen. 1 ingeving en de energie is helemaal op. Huts. Ja, dames en heren. Dit lijkt mij een mooi moment om weer een video af te ronden. 1 uur en 7 minuten, maar we hebben wel een gebied in 1 keer opgelost. En dat gebeurt ons niet vaak. Dat gebeurt ons niet vaak. Briljante ingeving van Marjolein heeft ons verder gebracht in deze kweesten. Ja, en daar gaan we het graag bij laten voor vanavond. De 4e laser is geactiveerd. En dat betekent, denk ik... Ik krijg een privébericht van Marjolein. Dat kan ik niet lezen, omdat ik in de game zit. Dus dan moet ik even het pauzemenu opzetten. Zo, dan kan ik het wel lezen. Kijk, nou, hup. Dat stukje, daar knip ik er wel uit. Goed, dat betekent dat wij hier deze video gaan afronden. En dan hoop ik jullie te zien in het volgende deel. Wat binnenkort zal plaatsvinden. Ik weet niet wanneer. Zien we wel weer. Komt allemaal goed. Dus ook bedankt weer voor het kijken naar deze chapter. Die wij nu gaan noemen de greenhouse, denk ik. Want er zaten allemaal planten in. Dus ook namens Marjolein. Bedankt en tot de volgende keer.